In TBN, Prime Alert van dinsdag, hebben wij de heer Ronald Abona gehad, die zijn verhaal deelde met TBN Prime Alert en de samenleving. En het kwam erop neer dat deze heer opgelicht is geworden. Hij heeft een perceel gekocht dat reeds toebehoorde aan een stichting. En nu zit hij in grote problemen, want vanuit de stichting moet hij dus nu weg vandaar, want de stichting die wil zijn perceel terug. Nou, rechtszaak op rechtszaak. We hebben ook nog het ministerie van GBB die hierin heeft geprobeerd te interveneren. Vandaar dat we dan ook spraken met minister Dinota Forstwijk over de case Ronald Abona. En de minister die ging er als volgt in hierop. De case van meneer Abona, we zijn al een tijdje bezig met meneer Abona. Het is zo dat hij eigenlijk belast is geworden door een koper. De persoon die eigenlijk die de perceel niet had. Dus hij heeft bij iemand betaald waar hij niet zou moeten betalen. En later bleek dat de perceel eigenlijk een titel heeft. Hij heeft ons toen benaderd. We hebben dan de rechtmatige eigenaar uitgenodigd samen met de heer Abona. We hebben gesproken. De rechtmatige eigenaar wilde een compensatie, dan kon meneer Abona daar blijven. We hebben dan toen toch naar een makkelijke oplossing gezocht. En dat was eigenlijk vorig jaar december. Toen was hij akkoord gegaan met Sabaku. Daar hebben we dan toen de BV voor die man gemaakt. Alles in voorbereiding, zodat hij zijn toewijzing kan krijgen. En u weet hoe eigenlijk Kees Sabaku is verlopen. Op den duur zegt de rechtmatige eigenaar van oké, hij leidt nu verlies. Dus familie Abona moet nu verhuizen. En heeft dan deurwaarden dan naar hun gestuurd. Ik ben ook gekondigd geworden gisteren door de familie. Dat ze eigenlijk gisteren eruit moesten gaan. We zijn nu bezig te kijken met de deurwaarden. Omdat dat ze toch even een speling kunnen krijgen om misschien te zoeken naar een huurhuis. Om toch alsnog in te komen voor de familie om ze een andere perceel te geven. Maar de rechtmatige eigenaar van dat perceel op Hanaslus zegt van hij wil zijn perceel terug. Dus hij gaat niet meer akkoord met de compensatie welke wij hadden gegeven. Ja. En hoe groot is het aantal gezinnen die op een dergelijke wijze gedupeerd zijn geworden door de oplichter, als ik het zo mag zeggen? Dus die andere cases zijn nog niet bij mij bekend, alleen van de heer Abona is bij mij bekend. Ja, en hoe gaat u dan inspelen van de heer Abona? Gaat u weggeven per se? Ja, we zijn bezig om iets voor hem te zoeken waar hij toch daarna nog iets kan neerzetten. Want waar hij nu heeft gebouwd, heeft hij veel geïnvesteerd. Dus u begrijpt dat het nu een beetje duur is om te bouwen. Dus het gaat een beetje tijd nemen. Dus maar we zijn wel bezig iets voor hem te zoeken waar hij toch weer kan starten. Had u een advies van hieruit aan mensen die een perceel kopen? Welke stappen moeten ze om niet te belanden? Als eerst zou ik willen voorstellen dat ze eerst een glis uittreksel vragen, een hypothecaire uittreksel. Dan weet je op wiens naam zo'n perceel is. Dus dat is de eerste stap. En ook laten ze ook echt goed met betrouwbare notarissen werken. Koop niet een perceel bij iemand zonder eerst naar de notaris te gaan. Sommige mensen kopen zelf aanvragen, gewoon een figuratieve kaart, denken dat ze al een perceel hebben. Dus ik denk dat de overheid met meer voorlichting moet komen wanneer het aankomt op het aanschaffen van een perceel of aankopen van een perceel. U zegt de overheid moet met de voorlichting komen, zou die GBB zijn? Yes, eigenlijk het kopen van percelen is geen aangelegenheid van GBB, maar wij kunnen eigenlijk wel iets, wij kunnen de samenleving wel eigenlijk informatie geven. Maar wij geven percelen, wij verkopen niet. Dus we kunnen wel helpen om de informatie te verschaffen aan ze. Minister, de laatste drie vragen. Hoe begrijp ik dat we samen zijn voor het kantoor voor die dienstelijke info-economisch groep? Maar duurt 3 maanden voor dat de boeren van zijn bakken, maar we kiezen vier dat ze maar. We wachten bijna een jaar, maar dan aan de weer in het land. Wat hoor je dat ze doen? Dat is maar niet zo'n aanmerking voor ons groep. Werkelijk lijkt het takis, maar ik wacht zelf meer dan wat jaren tegen uw aanvraag. Omdat eigenlijk het probleem door de nomotak in een manier, in een kies agro, voor kies agro, want we zijn moeten vinden plaats voor als makakis en bereidsverklaring. En de rapie asan is stuit op chinsu. Een grondinspectierapport, de DC-adviezen, kandidaat LVV-adviezen. Soms je wacht zo lang voor de koïncie voor een stuk meki, fika kies agro. Maar toch weet, probeer. Voor doe je best dat. Deze man wacht toen misschien langer voor de kakis, een bereidsverklaring voeding.
Maar denk dat principe eigenlijk als aan die zin recommande nog voor zodat dat proces kan worden. Om de eerlijk hoe genoeg recommando, maar hoe genoeg middelen. Bijvoorbeeld grondinspectie voor Paramaribo, dat moet in alle de 10 districten voor Strana voor groep inspecteer agro. En als je grondinspectie kantoor op 3 of 4 wagen noemen, ook de behaling voor bijna alle de 1000 aanvragen, zes doen erop. Dus eigenlijk nog genoeg middelen om te hebben. Daarom duurt het zo lang, om de eerlijk. Oké, maar president, ik heb alles maar waar recht voor contactcontrole. Dus dat want ik heb voorbereiding, we moeten meekie. Zodat het project eigenlijk samen van plan voor alles maar aan de café in Brazil. Dus hoe kan de Sandis op dit afdraaien dan vervoeren op de... Precies, alle de Sandis tijdens begrotingsbehandeling, alle de Sandis qua visie en begroting keur goed. Hoe de bezig ook te proberen voor schaaf want te wagen aan, maar schriftstap aan bureaucratie voor akondre. De Sandis gaat zo snel ik van jou wani. Dus wel hoe de bezig voor proberen voor versterken gewoon inspectie, want eigenlijk dat na actief voor het ministerie. Want zolang we gewoon inspectie rapport nog inzien, jullie minister nog kan maken een bereidsverklaring. Ja, minister, toch heeft de minister aan de keer dat tot 1 december bij 3000 gewoon papieren uitreiken. Hoe kan dat geschieden? Zulke uitreikingen zijn de meeste collectieve uitreikingen. Nu hebben we gepland voor eind van deze maand voor para. En eigenlijk bij para al kunnen we om 1500 halen. Omdat de overheid een grote hectare gaat verkavelen in bouwkavels. Dan gaan we dan geven aan de mensen die zich online hebben geregistreerd. Dus de mensen die het echt hard nodig hebben. Dus daar gaan we sowieso die misschien een 1500 al halen. En daarna volgt Marowijnen. Marowijnen zijn ook bezig met een project van ook bijna 800 of 1000 kavel. Dan zie je dat we werkelijk die 3000 wel kunnen halen voor 1 december.